Nou ja, we zijn natuurlijk op dit moment al heel hard aan het trainen ervoor. Ruby heeft het al in de 2 gelopen en dat is heel goed verlopen. Dus het begin is er. En ja, voor de rest is het allemaal afwachten hoe het verder uit gaat pakken, wat voor paarden er op mijn pad komen en hoe deze paarden zich doorontwikkelen. Maakt dat dan weer een beetje onzeker als je dan afscheid neemt van de Young Riders, hoe het dan verder zal gaan? Nee, ik heb mijn Young Riders tijd vond ik super leuk en vind ik nog super leuk. Maar ik vind, denk wel dat het belangrijk is dat je weer verder gaat kijken. En toch weer aan de volgende stap gaat denken. Het niveau van de senioren is natuurlijk toch nog wel een behoorlijk hoger. En het niveau wat wij nu rijden is voor een heleboel paarden toch nog wel dat ze dat aankunnen. Het niveau van de senioren is wat dat betreft gewoon een stuk moeilijker. Dus ja, ik hoop natuurlijk daar wel ooit te staan, maar die stap is nog wel behoorlijk groot. Wat moet er dan nog gebeuren voor jouw gevoel? Welke stap moet je nog nemen? Nou, vooral de oefeningen van de senioren zoals de Piaf Passage, de series om de 1. Hele pirouettes, dat zijn toch echt de oefeningen van de Grand Prix. En om dat weer echt super onder de knie te krijgen. Kijk, thuis gaat het allemaal wel een beetje, maar om dat in de proef weer echt exact uit te oefenen is natuurlijk toch altijd wel lastiger. Kunnen je paarden dat niveau aan? Ik denk het wel, maar goed, tegen de tijd dat het echt zover is kun je pas echt zeggen van ja, ze kunnen het aan of ze kunnen het niet aan. Maar het lijkt wel dat ze er potentie voor hebben. Wat heb jij aan het Rabo Talentenplan gehad? Nou, ontzettend veel. We hebben natuurlijk ondersteuning gehad in mental coaching, mediatraining. Allemaal van dat soort dingen om toch, toch beter te worden. Niet alleen op een sportief vlak, maar ook in andere dingen. Dat je jezelf gewoon doorontwikkelt. En ja, door de jaren heen hebben ze je wel zoveel meer geleerd qua voor jezelf, voor je paard. Dat is gewoon een onwijs ondersteuning. Dat kun je bijna niet missen als je echt zo meteen die overstap wil maken. Ja, wie gaat het winnen op het EK in Windsor? Wat denk je? Ik denk Edward Gal. En ik hoop het ook, want hij heeft gewoon echt een geweldig paard. Dus ik zet toch wel mijn geld op Edward en Totilas. Ik denk dat dat gewoon absoluut de favoriet is. Als het allemaal goed gaat en er gebeurt niks, dan is het absoluut, ik denk, de winnaar. Waarom? Ja, dat paard heeft sowieso geen slechte punten. En Edward is natuurlijk een fantastische ruiter. Als hij het goede paard heeft en het klikt, dan kan hij er fantastische dingen mee doen. En ik denk dat het op dit moment wel gebeurt.